Goedemiddag, we staan op het landgoed Groot Kivisdal in Baren. en naast mij staat Robbie Philips van Deloitte. Ik wilde vragen, Robbie, wat vond je tot nu toe van de presentaties? Ik vond uh, de, de presentaties waren zeer interessant. Het is vooral de opbouw, hè, dus jullie hebben de kans gegeven om zowel de klant als de publieke en de private sector hun woord te laten doen. Uh, wat, ik, wat, heel goed, wat ik heel goed vond is dat eigenlijk alles wel op elkaar aansloot. Dus, dus in de algemeenheid zien we wel dat we de, dat we de juiste richting zijn ingeslagen. Uh, tegelijkertijd zie je ook wel dat er nog heel veel, werk, heel veel werk te doen is. En dat komt ook wel echt wel duidelijk naar voren in de verschillende presentaties, waar we, zowel, hè, zowel de frustraties als de dingen die goed zijn, echt wel duidelijk uitgesproken worden. Ja, ook die percentages van wat er uiteindelijk teruggepakt wordt, dat is natuurlijk ook een beetje shocking. Hè? Uh, dat is inderdaad shocking. En dan hebben we het natuurlijk maar over, over één onderdeel, hè, over het witwassen. Maar dan heb je de onderliggende criminaliteiten. En dan heb je als voorbeeld hè, human trafficking. Daar wordt nog heel weinig over gezegd. Hè. Dat moet nog ingevoerd worden. Zesde AML-richtlijn. Ja, maar als je daarvan weet dat de omzet van human trafficking meer is dan, een, dan een pakweg een bedrijf als McDonald's omzet wereldwijd, ja, dan kan je je voorstellen dat, uh, dat er nog veel meer te winnen is. Jullie hebben straks na de pauze een breakout sessie. Kun je het kort even vertellen wat jullie oplossing is voor dit gigantische probleem? Ja, dat is een hele, een hele mooie vraag. Uh, kijk, on onze breakout sessie die gaat uh, even een stapje terug. Wij hebben afgelopen jaar, begin van het jaar, hebben wij een, een, een aantal blogseries uitgebracht, artikelen, NextGen AML. Uh, en daar zijn we heel erg ingegaan op de, op de trends, hè, op de toekomst en op wat ons te wachten staat en waar we naartoe groeien en waarom we daar naartoe groeien. Nou, dat is eigenlijk wat we ook in onze sessie naar voren gaan brengen. De, de, de use cases, waarom we het doen en onderbouwd met oké, okay, maar wat gaan we daar dan aan doen. En dat is niet alleen uh, voor nu, maar ook naar de toekomst, vijf, tien jaar verder, ben we gaan kijken, oké, okay, wat zijn nou de trends? Gaan we naar de cloud, hè, de cloud transitie. Wat betekent de cloud transitie? Wat houdt dat in? Wat gaat het betekenen voor de, voor de financiële instelling en vooral op het gebied van financiële criminaliteit? Ik zou zeggen, dankjewel en succes straks bij de sessie. Hartstikke bedankt.